Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag gaan we het hebben over films, of nou ja, eigenlijk beter gezegd DVD's. Want ik ga natuurlijk niet alleen over de platen en cd's, maar ook over de DVD's en de Blu-rays, etc. En ik heb voor mezelf al heel lang geleden afspraak gemaakt van ja, dat ik niet zoveel DVD's mag halen. Ik heb een heleboel gehad, ik heb er ook een heleboel weer naar de kringloop gedaan en alleen gehouden wat ik echt niet kwijt wou. Want dat is iets wat makkelijk aandikt en ik ben meer met muziek dan met film bezig. Maar af en toe komt er nog wel eens wat binnen waarvan je denkt van, hé, dat is leuk. En dat zie je ook bij ons in de winkel. DVD's, daar kan je huizen van bouwen, zoveel komt het binnen. Dus de doorsnee DVD's zijn bij ons 4 voor een euro. En als je een serie hebt of een special interest of iets wat veel minder vaak binnenkomt, dan is het gewoon apart geprijsd. Dus, op het moment dat jullie dit zien, zit ik in mijn laatste week voor de vakantie en daarna mag ik 3 weken lekker niks doen. En als het regenachtig is, zoals vandaag, dan hebben we een paar leuke dingetjes hier bij elkaar geraapt in de afgelopen maand wat is binnengekomen. En wil ik wel aan jullie laten zien. En dat is ook weer een kijkje van, ja, jullie kennen mijn muzieksmaak nog wel zo'n beetje, speelgoed, andere interesses, maar films hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad. Dus ik heb hier een stapeltje staan. Laat ik met deze beginnen, een stukje jeugdsentiment, de Thunderbirds. Jaren 60 serie, begin jaren 90 in Nederland ook revival gehad. Met marionetten en zeer kunstig gemaakt met maquettes en wat niet al. Het is knullig, maar het is van het juiste knulligheid. En ik heb dit dus ook gekeken toen ik klein was. En ik vond het altijd wel tof gemaakt. En het is wel eens leuk om weer een paar van die oude afleveringen dan bij langs te gaan. Daarover gesproken, tweede stukje jeugdsentiment, maar weer van een andere allure. Hebben we hier een Van Koten en de Bie box set. En Van Koten en de Bie, komisch duo. Ja, bezig vanaf eind jaren 60, begin jaren 70 tot mid jaren 90 zijn ze zo'n beetje opgehouden met televisiewerk. En die hadden het simplistisch verbond deksel van de desk, et cetera. En dat was satire op de actualiteit en politiek, et cetera. En het gekke met dit tweetal is, dit is mijn favoriete komische duo van onze eigen bodem. Want ze hebben ook dingen als Doemdenken of zo stoot als een garnaal. Dat is de dikke vandalen binnengeslopen. Dat komt van deze twee mannen af. Dus heel kundig met taal. Ontzettend goed in typetjes neerzetten. Wat mij betreft zijn er geen betere geweest naar hun dan zij zelf in het doen van allerlei typetjes. En het gekke met het werk wat ze gemaakt hebben. Het is zo gepinpoint. Op een of andere manier hebben ze dan zoiets te pakken tot het gewoon decennia later, 30 jaar later, maar zo een aantal van hun filmpjes uit de jaren 70 bijvoorbeeld in één keer weer hartstikke actueel kunnen zijn. Dat vind ik super knap. En dit was een boxsetje met een aantal dvd's erin die ik nog niet van hun had. Dus deze blijft sowieso in huis. En het derde stukje, het laatste stukje jeugdsentiment, dat is deze. Er was eens de mens. Ik had al een boxset van Er was eens het lichaam. Franse serie van eind jaren 70, begin jaren 80. En dat was educatief. Dus ze leerden je in dit geval dingen over geschiedenis. In het geval van het lichaam dus over het lichaam. En volgens mij hadden ze ook nog een serie over de ruimte. En dat was een beetje meer fantasie van what if. En wat ik al zei, degene van het lichaam die herinner ik me nog het beste uit mijn jeugd. Maar ik weet deze ook nog wel. En dit is natuurlijk weer meer in mijn interessegebied, de geschiedenis. En dit is de complete serie, dus van dit gaat van het ontstaan van de aarde en de holomens, zeg maar, tot waarschijnlijk, ja, wanneer die gemaakt is, eind jaren 70. Leuk om weer, en deze zie je en volgens mij ook minder vaak. Dus ik vond het hartstikke leuk, ik zal het wat nieuwe erbij pakken, om die weer te vinden. Dan hebben we nog een paar verrassingen. Ken ik ook niet, Orion. Als ik het zo lees, dan is het uit Duitsland, jaren 60, science fiction serie. En het ziet er heel strak en gelikt uit. En als je de persoon op de achterkant ziet, dat doet een beetje denken aan een Austin Powers film, maar dan in zwart-wit. Erg nieuwsgierig naar. Ik kan er dus niks over zeggen, maar het leek me leuk. Hetzelfde geldt voor deze, The Face of Bauhaus. Nou, Bauhaus was natuurlijk een kunststroming. En dit is dus een dvd'tje met Bauhaus dingen uit de 20ste eeuw. Ja, de 20ste eeuw. Dus ook weer een intrigerende voorkant met die mevrouw op die stoel met een masker op. Dus ik ben benieuwd. Het is wel leuk om een stukje bij te leren. Ik heb al kunstgeschiedenis gehad, maar je vergeet ook weer een heleboel. Der Turm. En dit gaat over, je ziet het al, de DDR, Oost-Berlijn, Oost-Duitsland, etc. In die tijd.
Sovjet-tijd en waarschijnlijk een verhaal of een serie, nou ja, van de strubbelingen van de mensen die onder dat regime leefden. Dus ook weer een stukje geschiedenis. Komen we straks bij de klapper, tenminste voor mij. Er was laatst ook een heleboel film noirs en stokhouwer westerns en dat soort dingen binnengekomen. En daar heb ik een Blu-raytje van meegetrokken. Dit is Too Late for Tears met Elisabeth Skoll en Dan Duryea, geen idee. Maar dat ziet er ja, een beetje film noir met een jazzy pianootje eronder. Het is nooit echt een genre waar ik echt ingedoken ben. Dus leuk om misschien eens een keer daar een voorbeeld van te zien. Metal documentaire. Ik zag op de voorkant onder andere Iron Maiden, Sepultura, Motorhead. Dus dat over het leven van de metalhead en de voor's en tegens waarschijnlijk. Dus ja, gaan we kijken. Een van mijn favoriete Britten. Hier hebben we Stephen Fry in America. Volgens mij heb ik die wel eens een keer op televisie gezien, maar ik weet er niet veel meer van. Britse komiek. Zeer, zeer intelligente man. De presentator. En hij maakt dus ook zijn eigen programma's. Waaronder dit, dat hij bijvoorbeeld naar Amerika gaat. En dan de gekheden natuurlijk op een Britse manier een draak meesteekt. Dus volgens mij had ik hem al gezien, maar ik wist gewoon niet zeker meer. Dus ik denk, het kan nooit kwaad om iets leuks twee keer te kijken, toch? Dan de ene laatste hebben we hier Metropolis. Een film uit de jaren 20 of 30? 1927, Duitse film. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar met die robotdame. Als je die afbeelding ziet, dan zal bij een heleboel mensen wel weer een belletje gaan rinkelen. Dit is dan de originele filmposter waarschijnlijk. Een stomme film, oftewel zonder geluid. En volgens mij was van deze film ook een aantal frames of een aantal scènes die ontbraken. Ik weet niet of ze die ondertussen al eens een keer hebben gevonden en geremasterd. Ik weet het niet, maar bijna 100 jaar oud. Ook wel weer leuk om eens een keer te zien. En dan de klapper voor mij, ook weer een stuk jeugdsentiment. Kwamen drie boxjes binnen. En je herkent het lettertype misschien al, Indiana Jones. Maar het is niet de gewone Indiana Jones, het is de Young Indiana Jones. Een serie uit de jaren 90. Ik kan me nog herinneren tot ik er klaar voor zat. En dit zijn dus drie seizoenen. En seizoen nummer 1, die kan eigenlijk gestolen worden. Die was heel vrij saai. Seizoen nummer 3 was wel wat beter, maar waar het mij om gaat is seizoen nummer 2. Young Indiana Jones in de Eerste Wereldoorlog, in de loopgraven. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig toen ik het zag. Hè, dat was met schieten en ellende en zo, naar wat oorlog met zich meebrengt. Maar toch ook wel weer spannend en avontuurlijk alle Indiana Jones. Beetje een rare mix, maar wel interessant. En dus ook weer een stukje geschiedenis. Maar ook, ik vond het heel... Knip. Wat ik wou zeggen is van, het staat me nog heel rooskleurig bij tot ik dit een ontzettend goed seizoen vond toen ik klein was. Dus... maar ik heb het daarna eigenlijk nooit meer echt gezien. En deze boxjes van die serie zie je ook niet zo gekke vaak. En degene die ik heb gezien was dus altijd seizoen nummer 1 of nummer 3. Maar nummer 2 op een of andere manier die is al die tijd nog uit mijn greep gebleven. Tot nu. Vorige week kwam ik dit tegen in een krat. Dus leuk om te zien of dat sentiment ook hoog houdt wanneer je het... hoeveel later? Minimaal 25, 26 jaar later nog eens een keer ziet. Heeft het dan nog steeds diezelfde charme en kwaliteit? We shall see. Dus, dit was dus even een filmpje over een klein kijkje in interesses op filmgebied en documentaire gebied. Waar ik mij aan ga begeven, mocht het eens een keer een regenachtige dag wezen op mijn vakantie. In mijn vakantie, het praten wordt alweer bemoeilijk. Het is weekend, de boog kan niet altijd gespannen wezen. Dus ik brei er ook maar weer een eind aan. Vind je het leuk wat we hier doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen aan de Ambachtstraat nummer 3 of je spullen te leveren aan de Oslo-kade nummer 1. Jongens, nogmaals hartelijk dank. Tot de volgende keer. Cheerio.